Suriname heeft zaterdag voor het eerst kennis gemaakt met Gender Monologues. Gender Monologues is een tentoonstelling van een video-installatie waarbij acteurs hun favoriete rol van het andere geslacht uitbeelden. De interactieve video-installatie biedt de mogelijkheid om over de grens van gender heen te stappen en biedt het publiek daarmee een bevrijdende blik op wie we zouden kunnen zijn als we ons niet laten beperken door gender en stereotypen. De acteurs zijn afkomstig uit Suriname, Brazilië en Nederland. Gender Monologues geeft tevens de ruimte om anders te kijken naar het rijke scala aan menselijke seksuele oriëntatie en identiteit. De Gender Monologues is het initiatief van de stichting Ultimate Purpose en de Nederlandse ambassade. De opening had vooral de aandacht van genderdeskundigen en de LGBT-gemeenschap. Belangstellenden kunnen tot en met 2 april deelgenoot zijn van deze cross-media presentatie en tentoonstelling die plaatsvindt in de hal aan de Grote Kombeweg.